Word je 's morgens ook soms wakker met nekklachten en slaap je op je rug? Dan kan dat kloppen, want dan heb je misschien een verkeerd kussen. Ik stel je vandaag 4 verschillende kussens voor, die heel goed zijn voor mensen die op hun rug slapen. Ben je een zijslaper? Dan klik eventjes op de link hieronder en dan vertel ik jou een aantal dingen over zijslapen. Hier heb ik 4 kussens die heel goed zijn voor mensen die op hun rug slapen. Wat is nu heel belangrijk als je op je rug slaapt? Dat je wervels goed kunnen ontspannen en dat je kin niet te veel op je borst komt. Waardoor je goed kan doorademen 's nachts en ook je wervels echt in een mooie rechte lijn liggen zoals je staat. En je tussenwervelschijven niet knel komen te zitten. Dus dit is bijvoorbeeld het Millennium kussen van Tempur. Dat heeft extra een inkeping voor je nek, ondersteunt je nek optimaal en zorgt ervoor dat je inderdaad, zoals ik het net uitgelegd heb, ontspannen kunt liggen. Het tweede kussen is het Athletic kussen van M-Line. Die heeft ook een speciale inkeping, gelijk eigenlijk uw achterhoofd is. Dus uw hoofd zakt daar volledig in weg en geeft ook nog een hele goede ondersteuning in je nek. Een derde kussen is het kussen van Refor, Naturlin kussen noemt het. Heeft ook net als het Tempo kussen een mooie inkeping in de nek. Zorgt ook weer ervoor dat je heel ontspannen ligt 's nachts, maar het is een stuk zachter dan het Tempo kussen. En dan hebben we het supporterkussen van Creamat, wat ook een latexvulling heeft, een natuurlatexvulling. En ook een extra inkeping voor je achterhoofd en een goede ondersteuning in de nek. Ook een zeer goed geschikt kussen voor rugslapers. Wil je nog rustig nalezen welk hoofdkussen voor jou het meest geschikt is, download dan hier het gratis e-book over hoofdkussens.